Hallo iedereen. Vandaag maken wij nagels met kristalschoen. Het is echt makkelijke product. Hi Natal. Mijn vriendinnetje uit Engeland stuurt groetjes aan mij. Het is een nieuw product van Cornelia Nail Art Design. Geschikt ook voor om gewoon metallic effect op nagels te maken. We hebben met mijn model gekozen alle nagels met klein beetje metallic effect. Zo. Dus ik lak nagels in kleur die past bij kleur van mijn sugar. Crystal sugar. En vandaag gebruiken wij crystal sugar champagne. En wij doen een klein beetje boven de kleeflaag van gel of gel polish. En één nagel houden wij voor andere effect. Dus het is een universele product van Cornelia. Ik heb met mijn wirepenseel, ook van Cornelia natuurlijk. Ik kies alleen de beste producten voor mijzelf. Smeer ik nagels en om sugar te doen, ik moet eerst mijn nagel helemaal afwerken. Ja, ik lees nu wat vraagt mijn vriendinnetje uit Engeland. Het was, oh, sorry, ik moet in Russische taal zeggen dat het was gewone gel polish op natuurlijke nagels. Het was geen gel. Het was gel polish met 302. Ik zet mijn nagels in lamp. Ik moet vertellen dat 302 product van Nail Artist, een geweldige product. Hij maakt nagels echt sterk. Nail Artist heeft twee soorten base. 301 klein beetje dunne en 302 dikke. En hij geschikt om nagels sterker maken. Als jij maakt mooie manicure en nagels hebben een mooie vorm. Deze product geweldig. Ik gebruik hem vaak en het moet zeggen dat ik kan heel veel tijd sparen om behandeling te doen met deze product. Dus ik heb verstevigen met gel polish met base 302 gedaan. Gelakt en nagel waar gebruik ik. En bedankt voor hartjes, Natalia. Nagel waar wil ik gebruiken, Crystal Sugar, heb ik gelakt met 315 top. En onder de lamp gedaan. En nagels waar gebruiken wij effect, metallic effect met Crystal Sugar, heb ik gewoon op kleeflaag van kleur met wirekwastje een klein beetje bij nagelriemen gedaan. Ik moet een klein beetje kijken. Waarom doe ik zo? Omdat kristal, als wil ik kristalnagel maken, dan moet ik mijn kleur beschermen. Dus ik gebruik in deze geval twee laagjes top. Eerste laag top om nagels beschermen en tweede laag top om kristallen te zetten. Crystal sugar. Dus nu ik bescherm kleur. 315 top gebruik ik en stuur nagel in lamp.
Wij hebben een paar minuten tijd. Ik laat zien alle kleuren van deze sugar. Nu gebruiken wij deze kleur, champagne. En het is mijn lievelingste natuurlijk fuchsia. Het is kleur van Cornelia. Fuchsia. En vorige week heb ik deze gedaan. Sapphire. Sapphireblauw. En ook mijn lievelingste turquoise. Ook leuke kleur. Turquoise. En wij hebben ook clear. Clear, het is kleur die kan gebruiken op alle kleuren. Bijvoorbeeld het was op wit en het was op roos. En jullie zien dat deze kleur neemt kleur van achtergrond. Oké, wij gaan verder met mijn model. En nu kan ik nog een laagje brengen voor sugar effect. Dus ik neem 2 in 1 gel. Als jullie hebben nagels opgebouwd met acryl, kunnen gel zonder kleeflaag gebruiken. Maar omdat mijn nagels natural nagels met verstevigen gel polish system. Ik gebruik niet harde product. Ik gebruik 2 in 1 gel. En nu maken wij zoetje met kristallen boven mijn nagel. En sturen het in lamp. Hetzelfde voor tweede nagel. Kunnen jullie goed zien? Mijn vriendinnetje uit Engeland zei dat zij houden van mij, maar begrijp helemaal niks. Zij praat Engels. Ja, je moet Nederlands leren, inderdaad. Oké. Dus ik heb gelakt het met 2 in 1. Ik hou van deze gel 2 in 1. Hij is hard. En geeft een mooie glans. Dus moet ik zeggen dat ik ben tevreden met Nail Artist System. En maak ik zoetje. En stuur het so much. Ik miss you so much. Wij wachten een klein beetje. Hebben jullie vragen over deze techniek? Nee. Engeland heb geen vragen. Nederland, hebben jullie vragen? Nederland heb geen vragen en heb geen haartjes. Lekker gierig. Oh, nee. Iemand heeft haartjes. Precies kleur van champagne. Alles duidelijk. Oké. Ik heb geen gast om mijn nagels schoon te maken. Dus ik gebruik nu 315 top om andere nagels te laken. Deze nagels worden glad. Dus met deze crystal sugar kunnen wij twee soorten effect maken. Glad, net als metaliek. En ja, onder de lamp. En crystal sugar effect met op natte gel. Nee, het is crystal sugar. Met gemalen kristallen. Lang tijd geleden was ik gek op fijne glitters. Daarom in mijn assortiment hebben wij gevonden
Sand. Het is fijne glitters. En ik was in Oekraïne met wintervakantie en ik heb opgemerkt dat grove glitters, kristallen in de mode, in de nagelmode komen. Dus ik denk, oké, ik moet andere producten in ons assortiment hebben. Dus dames, jullie zijn klaar om een klein beetje extra's te worden. Gelukkig, mijn klanten vinden alles leuk wat ik leuk vind. De snelle manicure, makkelijke manicure, maar toch, het is vrolijk. Sugar lijkt op sugar. Alleen met glimmende effect. Het sparkling effect, zou ik zeggen. Mijn vriendinnetje uit Engeland noemt mij Sugaring Queen. Ik hou van sugar in verschillende mogelijkheden. Oké. Na een paar minuutjes kunnen wij schoonmaken onze kristalnail. En kunnen wij genieten met het resultaat. Jullie weten dat bij sugaring techniek gebruik ik borsteltje geen. Ik gebruik sponge, maar bij deze techniek gebruik ik echt borsteltje. Omdat alle deeltjes van crystal sugar die blijven zitten goed. Houden wij en alles wat zit niet goed, moeten wij verwijderen met borsteltje. Soms klanten zeggen dat, oh, ik hou van glitters, maar toch, ik ben bang voor panties. Dat de nagel met crystal sugar een klein beetje scherp en kan panty kapot maken. Ik heb een trucje. Ik laat jullie zien wat is dat. Het is wet glaze van Florence Nails, maar jullie kunnen ook gebruiken snel drogende top. Het is gewoon een topcoat voor lak, niet voor gel polish, maar gewoon voor lak die droog door lucht. Waarom houd ik van wet glas? Omdat hij geeft enorme glans en hij snel droogt onder de lucht. En na gebruik deze product blijven facetten mooi glanzend. Dus alle facetten van onze crystal sugar blijven mooi glanzen, maar toch worden een klein beetje zachter. Dus na schoonmaken onze nagel met borstel, ik stel mijn vraag aan model. Hoe vind je dat? Het is scherp voor jou of het is goed genoeg? Ja, dat wordt echt met glans. En als ze zei dat het een klein beetje scherp is, zet ik een laagje van wet glaze op deze nagel. Laten we het drogen ongeveer 1 minuut en voilà. Nagel is zacht, maar toch mooi glanzend. Oké. Nu borstelen wij onze nagel met crystal sugar. Champagne.
goed borstelen, niet bang zijn. Blijf goed zitten. En ik moet vragen, Milita, of het scherp voor haar of goed is. Mag Marina. Ja. Ik moet snel in Russische taal vertellen voor mijn collega uit Engeland. Смотри, после того, как эти всякие частички, эти блесточки высыхают, если клиенту оно очень-очень острое, и он боится, что порвет колготки, ты можешь нанести слой покрытия, быстро сохнущего покрытия для лака для ногтей. В моем случае это мокрый глянец фирмы Florence, но он может быть совершенно любой, который хорошо блестит и который быстренько сохнет. Вот эти грани от блесточек, они остаются блестящими, он быстренько высыхает, как бы впитываясь внутрь, и немножечко сглаживает вот эти вот шероховатости. То есть эффект наждачки улетучивается. Ja, ik heb snel verteld alles en jullie kunnen zien hoe glimt is dat, hoe mooi is die. Echte kristallen. En nu het is glad. En op andere nagels het is gewoon een metallic effect. Dus we hebben vandaag één product gebruikt om twee effecten te maken. En ik moet zeggen dat in ons assortiment heb ik 17 kleuren van crystal sugar en bijpassende foil. Dus als jullie vinden leuk verschillende nagels te doen, dan kunnen ook folie voor andere nagel gebruiken of design met folie. Dus welkom bij Cornelia Nail Art Design. En als jullie vragen hebben, dan kunnen altijd contact nemen met mij of met mijn man. Alex heeft groothandelprofnails.nl. En jullie kunnen mij vragen stellen op Facebook. Tot de volgende keer. Ik hoop jullie hebben genoten van deze snelle design. Doei doei. Люблю тебя тоже. Пока.